De Palmentuin is voor dit weekend omgetoverd tot een Bromtjifu Tamara Village. Dit driedaags evenement is een initiatief van Chetskis en heeft als doel iedereen die iets te maken heeft met de vorming van het kind bij elkaar te brengen. Volgens Odette Miranda, directeur van Chetskis, kunnen kinderen niet alleen opgroeien. Voor de vorming hebben ze niet alleen het gezin, maar de gehele gemeenschap nodig, zegt Miranda. En soms hebben ze organisaties nodig, soms hebben ze instanties nodig, soms hebben ze mensen nodig, soms hebben ouders advies nodig over hoe ze met hun kinderen wel of niet kunnen omgaan. En die mensen brengen we allemaal bij elkaar, zodat we eigenlijk het kind centraal kunnen stellen voor die 3 dagen. En daaromheen een heleboel ook leuke dingen doen. Miranda vertelt verder wat de ouders en de kinderen de komende dagen kunnen verwachten tijdens deze Bromtjifu Tamara Village. De Palmentuin wordt omgetoverd tot een village, tot een dorp, om het maar zo te zeggen. Het dorp wordt verdeeld in straten. En elke straat heeft een thema. Zo heb je bijvoorbeeld de Watertandenstraat. In die straat komen alle stands of alle bedrijven, organisaties die te maken hebben met eten en koken. Dan heb je bijvoorbeeld de volgende straat. Dat heet dan de Veiligheidsstraat. Dat zijn echte straten, zo wordt dat ingedeeld. Dan heb je dus de Veiligheidsstraat. En daar praten we over alles wat met veiligheid te maken heeft. Veiligheid over verkeer, brandveiligheid, maar ook gewoon de politie zal er staan met informatie over hoe kinderen veilig zijn. En zo zijn er dus 7 straten. Je hebt dus de Watertandenstraat, je hebt de Veiligheidsstraat, je hebt de Leuke Dingen Doenstraat, je hebt de Sport- en Spelstraat. Een hele belangrijke straat is de Hoe Kunnen Wij Jou Helpenstraat. En dat is de straat waar je informatie kan krijgen over bijvoorbeeld dyslexie, epilepsie, alle speciale omstandigheden waar kinderen ook mee te maken krijgen, die daar vertegenwoordigd zullen zijn en ouders en kinderen kunnen ondersteunen en informatie kunnen geven over dingen die bij kinderen allemaal aan de orde zijn. En dat was Odette Miranda, directeur van Chetskis. Ze sprak over de Palmentuin die dit weekend is omgetoverd tot de Bromtjifu Tamara Village.